Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom in deze boodschappen shoplog. Het is vandaag dinsdag. En ik heb een heleboel boodschappen besteld. Ik heb er dit keer wel aan gedacht om mijn boodschappenwagentje up-to-daten. Want vorige week was er dus geen weekvlog. Want ik had het boodschappenmoment vastgelegd met random items. En toen denk ik, kreeg ik uw bestelling wordt dan al bezorgd. En toen dacht ik, ik heb nog tot vanavond om mijn bestelling bij te werken, toch? Niet dus. Dus weet je wat ik gekregen heb? Ik denk dat we voorlopig wel genoeg crystal clear hebben. Het zijn 10 4 packs die er nu in staan. En we hadden nog een paar flessen overstaan ook. Wat denk je ervan, Boris? 40 flessen crystal clear. Dat kreeg ik vorige week. Vandaar dat er dus geen weekvlog was. Want ja, ik heb gewoon even op snelle sprong naar de Aldi gereden om een aantal boodschappen te halen. En het was chaos die dag. Dus ik heb het gewoon in mijn voorraadkast en in de koelkast gegooid. En that was it. Maar vandaag maak ik het goed met jullie. Dus ik kreeg echt een super grote boodschappenhaal. Het was €156,80. Laat het even op je inwerken. €156,80. Dat is echt knijterveel geld. Maar ik had ook echt best wel wat boodschappen nodig. Want ik had echt vorige week het bare minimum gehaald. Dus het is een full-stuffed boodschappen shoplog voor deze week. Ik heb tot maandagavond eten gehaald. Dus zijn we zondagavond eten en dan voor dinsdag, voor maandag overdag nog. En als het goed is komt volgende week maandag nieuwe bestelling binnen. Dus dat is een beetje een overzichtje van hoeveel eten ik precies heb gehaald. Onder in de beschrijving vind je altijd wat we ongeveer per dag gaan eten. Vind je deze video zo leuk, geef deze video dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan gaan we beginnen met alle boodschappen. Zoals gezegd, ik heb niet gelogen. Het is echt een hele boel. Maar we gaan gewoon bij het begin beginnen. We eten een keertje, dat was vanavond, varkenshaas met opbakaardappeltjes en spersiebonen. Ik dacht iets makkelijks en we zijn met z'n tweeën. Helemaal simpel. We eten een keertje nachos met crème fraîche en mais en kaas en gehakt. Kan je dat maken, dus gewoon uit de oven, nachos uit de oven. We eten een keertje kaasnietsels met broccoli en aardappelpakketjes. We eten een keertje hutspots met rookworst. En aardappels hebben we nog. Dan had ik een random pakje spekreepjes. Ik heb geen idee waar ik ervoor bedacht had. Ik neem aan niet door mijn hutspot. Maar I don't remember. We hebben een keertje spaghetti. Ik heb nog genoeg spaghetti sliertjes. Dus we hebben saus. De Italiaanse roerbakmix. En dan ook nog een keer gehakt. En dan hou ik één gehakt over voor mijn vriezer. Want het was 3 voor €8. Dus ik dacht dat is een goede deal. En dan eten we natuurlijk ook nog een keertje friet met snacks. We hadden nog genoeg snacks. Ik heb wel een hele tray aardappels zou ik zeggen. Een hele tray met eieren. Die zijn helemaal op nu. Ik heb echt geen één meer. En ik denk dat we hier net geen week mee doen. Net een week. Net iets langer een week. Want we eten allemaal lekker veel eieren. Ook tussen de middag. Maar iedereen gewoon tussen de middag thuis is. Dus deze zal wel heel hard gaan. Ik heb ook een extra bak met filet gehaald. En die ga ik straks marineren en dan als filetjes helemaal bakken. En dan ga ik ze snijden en per 100 gram in de vriezer doen voor mijn salades. Want ik heb nog tonijn een heleboel en die kan ik eitjes doen en die kan ik ook kip doen. Die kan ik een beetje afwisselen. Ik heb een gewone zak met ijsbergsla van 400 gram. Maar als je ziet is die nog maar een dag of 3 goed. En dan gaan we daarna over op deze. Of 2-3 dagen ziet toch op. Dus dan heb ik sla dat wat langer vers blijft, want zo gaat het natuurlijk sneller verteren en hoe zeg je dat? Dus dan heb ik alvast die. Ik heb lekker veel komkommers, niet alleen voor mijn salades, ook voor tussendoor. Kinderen vinden het nu ook lekker om op hun boterham met kaas het op te eten. Ik snap ik wel. Ik denk in mijn hummusje helemaal lekker. Tomaatjes ook voor in mijn saladetjes. Paprikaatjes voor mijn hummusje. Ik heb kipfilet, want het is vrij mager beleg voor op mijn crackers bijvoorbeeld of voor maiswafeltjes. Ook lekker eten. Of gewoon als tussendoortje als een rolletje. Bij je komkommer of zo. En je hummus. Lekker. Boterhamworst voor de boterhammetjes. We hebben chocopasta. Dat was op jam. Dus ik kom het einde van de zicht. Pindakaas was helemaal op. Ik zag deze kwam voorbij in de fitnessgroep.
wat ze die nu hadden. 15 vloeibare eiwitten. En ik vind dat wel heel makkelijk als je bijvoorbeeld een eitje gaat bakken. Dat ik dat kan doen. Maar geopend is die maar een paar dagen, 5 dagen. Dus als je hier deze gaat gebruiken, dan moet je wel zorgen dat je eigenlijk 5 dagen lang ei eet. Of nou ja, om de dag misschien. Maar hoeveel milliliter is dit? Hoeveel eieren zijn dit? In ieder geval was het niet heel duur. Ik geloof 2 of 3 euro. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Oké. Okay. Hallo. Ik heb geen idee. Het staat helemaal niet op hoeveel milliliter het is. Of ik kijk er gigantisch overheen. Nou, oké. Okay. Anyhow. Moving on. We hebben cola zero zonder cafeïne. Ondanks dat we nog, ik denk nog 36 flessen Crystal Clear hebben, vond ik het wel lekker voor de afwisseling. Dat ik dat ook nog een beetje heb. Ik heb witte azijn gehaald. Natuurazijn. Want ik heb vorige week de sokken allemaal in een emmertje gedaan. Om ze een beetje witter te maken. Dat hielp heel goed. Maar nou was die op. Ik heb kaas gehaald. Hele dingen. 3 pakjes boter. Bugelschipjes voor die kindjes met heksenkaas. Want dat is echt super lekker. Ik denk niet dat ik er zelf van kan eten. Want dat past net nog niet binnen mijn macro's, verwacht ik. We hebben nog appeltjes. We hebben druiven. We hebben blauwe bessen. Dit was trouwens de combi. 2 blauwe bessen met een bakje druiven voor 5 euro zeker. Van de logopedist moet ik nu, want iedere dag 10 keer met dik vloeibaar. Dus het mocht met vla, met yoghurt of met kwark. Nou, ik heb deze gekozen en deze dus. Die moet ik zo even wat overheen doen. Dat was ook een aanbieding. 3 voor nog iets. Serrano plakjes. Ik zie dat het ook 3 voor iets is. En ik vraag me af wat dan de derde is. I don't know. Maar dit is inderdaad een snackje. Voor mij eigenlijk denk ik vooral misschien voor Pascal 's avonds. Maar dit bevat heel veel eiwit. Ik denk het staat er misschien wel op, maar het staat er niet op. Maar er is heel veel eiwitten. Dat is natuurlijk precies wat je nodig hebt als je wil afvallen. Dus tenminste, om je een verzadigd gevoel te geven, spieren op te bouwen en af te vallen. Ja, het is niet per se dat je van eiwitten zelf gaat afvallen. Maar als je in de kort eet, is dat wel heel fijn. Dus die. Speculaties in de koekjesstrommel. De hummus. Ik heb de Ras El Hanout. Lekker. Dit is natuurlijk het niet zo gezonde hoekje. En mijn dochter klaagde van de week. Mama, nou hebben we helemaal nooit geen chocola meer in huis, omdat jij het niet mag eten. Blijkbaar waren de Sinterklaas chocolaatjes en de kerstchocolaatjes nu echt op. Dus ik zei, nou, pak mama de telefoon en ga maar op de Jumbo kijken. Het kind had voor, denk 30 euro chocola in mijn mandje gedaan. Dus ik heb het even teruggebracht op de Smarties. Want die gaan per stuk, dat is makkelijk. Brusjes, want die gaan per stuk. En M&M'tjes met een nootje erin. Dus dan kunnen ze nog wat kiezen en wat snacken. Toiletpapier was helemaal op. En deze is voor de vloer. Reiniger, glanzherstellend. Het is officieel voor marmer en natuursteen. En dan is het niet. Maar we merken wel dat op het moment dat we gaan dweilen. Dan lijkt het heel erg mooi en glanzend. En dan heel snel droogt het weer dof op. Dus we gaan dat gewoon proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet. En dat zijn alle boodschappen. Ik had niet gelogen hè, toen ik zei dat het een heleboel boodschappen waren. En toch heb ik voor mijn gevoel niet echt heel veel extra's. Ja, een groot pak kipfilet en een extra bakje gehakt. Dat was eigenlijk het enige waarvan ik echt dacht, nou, het was niet nodig geweest. Voor de rest heb ik of een aanbieding meegedaan of gewoon extra. Maar goed, het was dus een heleboel geld. Dus ik hoop dat we in ieder geval wat overhouden. Dat we mee kunnen hebben naar volgende week. Vind je deze video zo leuk? Van deze video een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan wens ik je nog een heel fijn weekend. Tot in de volgende video. Doei!